Tenerife is zeer specifiek, dus ja, hier vind je vooral hellingen. Dan zult je vooral moeten komen om je basis te leggen, al klimmend. En ja, laat dan net het parcours zijn dat graag fondorenners graag hebben, omdat je daar het verschil kunt maken, dat daar ook de uitdagingen ligt. En daar hebben de deelnemers van deze week ook alle kunnen van proeven en zullen ze nog van proeven. En dat is ook een deel van de succesformule van deze week. De variëteit. Ieder kan op zijn niveau trainen. Bergop, die ruimte is er door onze organisatie en door de support en onze supportwagen die we hebben. En ja, ik zou zeggen aan al onze leden en aan al onze volgers, kijk eens naar de Strava's van de deelnemers, dan zult je zien hoeveel variëteit dat erin zit. En welke kwaliteit ze ook hebben kunnen trainen in deze hele mooie omstandigheden. Want ook hier nu, momenteel, is de gevoelstemperatuur rond tussen 25 en de 30 graden. Het is natuurlijk heel aangenaam om in te fietsen. Ik denk dat Baalland een heel leuke basis is, als uitvalsbasis om met de fiets te vertrekken. Je hebt eigenlijk qua locatie, je kunt twee richtingen uit. Je kunt de westkant uit, je kunt de oostkant uit. Je hebt sowieso een keuken, dus ik kan zelf iets shake klaarmaken of iets klaarmaken. Dus dat geeft wel heel veel vrijheid. Het partnership met Gran Fondo steunt eigenlijk op een beetje gedeelde principes, denk ik. De prestatie heeft een zeker belang, maar ook vooral de team spirit en de familiariteit. Recht tegenover hebben we ook de Activate Sportclub, waar er verschillende sportmogelijkheden zijn, waaronder padel, de fitness, pilates. En dat geeft ook de mogelijkheden. I am the sales manager at Baobab Suites. The strong point is that it's very familiar. It's promoting a healthy life, that you can do sports, you can have friendship, you can travel around the world doing cycling, so it's another point that we meet. Het verschil met een gewoon rit gaat zijn dat we nu misschien hier en daar wat gaan moeten ophouden om wat betere beelden te hebben. Blijf even samen dat stukje van La Sentinella tot Granadilla kun je eigenlijk in groep doen. We stoppen regelmatig voor koffie. We klimmen de tijden en ondertussen halfweg stoppen we even voor een koffieke. En dan zetten we onze route verder. Oh, hallo! Sorry! Sorry. En wat maakt natuurlijk Tenerife voor fietsers Tenerife? Dat is niet alleen het klimaat en alles wat we hier vooral hebben benoemd, maar dat is ook El Teide. Daar waar Gran Fondo renners zich onderscheiden van andere renners.
Tenerife. Een stage bij Granfondo is voor mij een 700 kilometer en een goede 16.000 hoogtemeters op een week. 25.000 hoogtemeters. Ik heb 4 keer de tijden opgereden, voor de rest 2 keer Masca gedaan omdat het zo mooi is. Eigenlijk een ideale manier om, te starten met het nieuwe seizoen. Ik probeer elke dag die 4, 5 uur te fietsen met wat koffiestopjes. Iets lekker om te eten al halverwege. Dus, een beetje vakantie, een beetje trainen. De temperaturen zijn hier gewoon schitterend voor de maand januari natuurlijk. Hè. Dat ik de kans heb gehad om een keer even met de prof samen te fietsen bovenop de tijden. Een van de speciale dagen was natuurlijk de mediashoot. De mediashoot met de cameraman die hier nu voor me zit, Matthias. En waarom? Ja, het weer zit altijd mee. Waar kan je anders 4 uur aan een stuk aan een rustig tempo klimmen, 45 kilometer non-stop? Waar kan je het jaar door boven de 2000 kilometer fietsen? Waar kan je een hoogtestage doen? Eigenlijk behalve vlak heb je hier alles. Natuurlijk ook fantastische trainingen, lekker afzien. Een fantastische omgeving, temperatuur, echt een aanrader. Hele toffe bende, een hele toffe groep, toffe mensen leren kennen, nieuwe, echt nieuwe vrienden. Dat is fantastisch en volgende week naar Calpe. Voor mij bekeken, Matthias. Ja, lichtjes, hè. Hoe kun je nog zo daar kijken? Ja, goed, maar goed. Ze zijn bezig. Ja, moet knippen. Kom, Matthias, kom een keer helpen, jongen. Kom mij dat. Ik heb die toppen niet op. Out in de sport. En zo is sport zo important voor dat. Ja, dus. Schoon, Matthias! Ik denk dat er een rol streekt.